In Groot-Brittannië, 40 jaar, het voelt alsof uh, hm. ik daar zit sinds de Hoeks en Kabajouwse twisten. Um, <laughs> dus ik heb wel wat meegemaakt. En het is eigenlijk altijd een verhaal geweest sinds ik daar zit. van uh, traag maar gestaag verval. En ik denk, en dat vind ik zo interessant aan deze periode. dat de Britten echt midden in een overgangsfase zitten. Alle instituten, noem maar op, van de monarchie tot de BBC, staan onder druk. Ja, want je je ondertitel is hoe macht en mythe het Verenigd Koninkrijk verscheuren. Precies, kijk, wij weten zelfs niet of het Verenigd Koninkrijk in zijn huidige vorm over 15 jaar nog bestaat. Het voelt vaak alsof Schotland met één been al buiten Groot-Brittannië is. De Wels hebben voor het eerst echt een, een voor bijna volwassen onafhankelijkheidsbeweging. Er wordt gepraat tussen hereniging tussen de twee Ierlanden. Dat was een paar jaar geleden nog ondenkbaar. En dat bedoel ik. Dat is zo interessant. Je weet niet hoe het gaat aflopen. Nee. Je hebt echt een haat-liefdeverhouding, zeg ik Waar zit de haat nou, en waar zit de liefde? Ja, ik ben geen anglofiel. Ik ben het ook nooit. Nou is het te laat. Maar ik ben het inderdaad ook nooit <tus> geweest. Dat is niet de reden geweest waarom ik in Groot-Brittannië ben gaan wonen. Uh, ik erger me dagelijks aan uh, uh, de Britten, uh, de gelatenheid. Uh, de media de enorme inkomensverschillen en dat ook alsmaar accepteren en zeker ook aan um, de manier waarop ze hun geschiedenis mythologiseren en daardoor door alsmaar terug te vallen op het verleden niet hoeven kijken naar de toekomst. Mm.